Hoi Wim, dat is lang geleden hè? Nou zeker, ja. Nou ja, weet je, de bunker was geloof ik laatst of zo. Ah, dat valt nog wel mee, ja. Ja, 3, 4 jaar geleden, zo gek veranderd zijn we niet meer, denk ik. Nee, volgens mij niet, ook niet, ja. Of nee. Prima. Hoe gaat het verder? Ja, gaat eigenlijk wel goed. Ondanks de corona en al, ik heb een beetje last van mijn huidziekte. Maar verder, ja. Ja, hier ook, Wat aan de zin. hier ook geen probleem met je hoort al indirect of zo, maar goed. Gallery Slaphanger was een, ja, de naam zegt het natuurlijk al. Een gallery. En, maar het was niet zomaar een gallery. Eigenlijk was, stond kunst eigenlijk, werd een beetje van, het werd wel geëxposeerd. Iedere maand hadden we andere exposities. Maar het werd een beetje van de muren naar de mensen die kwamen en er waren toegetrokken. Dus je leefde een beetje, als je daar binnenkwam, was je gelijk onderdeel van de gallery. En normaal kom je natuurlijk in een gallery en dan, ja, dan ben je allerminst deel van de. Hoeft ook niet, gelukkig. Maar ben je allerminst deel van de gallery? En bij ons was het gewoon, ja, we verkochten natuurlijk ook zelf uitgegeven strips. En ik werkte samen met gallery, stripwinkel Lambiek in Amsterdam, waar ik één keer per maand ook voor de Small Press comics heen ging. En Dordrecht ook, Sjors, die ken je ook wel, Scheffersplein. Nou, daar in mindere mate, maar daar werkten we ook mee samen. Dus daar, en ik schreef over de hele wereld, want er was natuurlijk nog nauwelijks internet. Schreef ik mensen aan, die zocht ik via fanzines en andere blaadjes, zocht ik dat op, die zelf tijdschriften uitgaven, strips, zelfs ook dichtbundels soms. En die stuurden ze dan op inconsignatie naar ons op. En dat geldde eigenlijk precies hetzelfde voor de muziek. Dus ja, daar kom je al veel in de punk, hardcore en later ook noise. En ja, zo hebben we eigenlijk het bijna 8 jaar volgehouden. Ja, het valt ook niet mee om juist op die plek, zeg maar, want je wilt ook optredens organiseren, zeg maar. Ja. De grote Ja, vis. het had zijn voor- en zijn nadelen eigenlijk. Net als corona. Het zou het niet over hebben. Ja, ik heb toen ook een paar keer dat blad gepresenteerd bij jullie, zeg maar. En Ja, gekoppeld leuk. aan optredens. Was ook, Ja. ja, en allerlei andere dingen. DJ Ego. Ja, die vonden natuurlijk daarnaast ook wel optredens. Onder andere Ja. Low Point Drains, kan ik me herinneren. Ja, Low Point Drains, de Asthma Boys. Hoe heet ze uit Duitsland? Rocket Freudenthal is dat. Die speelde op, echt op dozen en dingen. Ja, dat was wel lullig. Die hadden we via nieuws van Low Point Drains. Eigenlijk hadden die op donderdag konden die bij ons spelen. Maar ja, alleen ik was er. Dus ik had eigenlijk een soort privé-optreden. Ja, dat kan je ook. Als je dat op donderdagochtend hoort, ja, dan is, en het is donderdagmiddag, ook al niet echt een superdag. Dus, maar ja, privé-optredens zijn, kijk, die hou ik wel, die neem ik wel mee dan natuurlijk. Voor hun is het wat minder. Ja. Ja, dan het verhaal van de fucking basis, is dat daar ook een beetje ontstaan, zeg maar. Of Nou, eigenlijk waar ik nu woon, dus in Nieuw-Leusen, ja. in Dedemsvaart woonde Mark Verelburg. Eigenlijk ben ik via hem een beetje deze kant ook op gegaan. Maar die heeft het bedacht. En toen zouden we optreden in Hengelo, in het oude badhuis. En Tommy de Roos, FFF, en waar ik ook de Asthma Boys mee deed, die werden gevraagd om ook of wij ook mee wilden doen. En toen is het eigenlijk ontstaan die avond. Ja, met drietjes, ja. Ja, het stond helemaal vol. En ik liep doodzenuwachtig, helemaal kapot gebloot, liep ik naar het podium. En ik dacht van, ja, oh, maar wat zou ik eigenlijk gaan doen? Want ik speel natuurlijk geen instrument, ik had geen mengpaneel.
En toen ben ik maar wat gaan schreeuwen van mijn gedichten en dit en dat. En het publiek had... Mark stond ook onverstaanbaar. Stond hij te schreeuwen in zo'n soort wit pak waarmee ze de Bijlmer toen liepen. Ja. En een masker op liep hij te schreeuwen. Dus het publiek schreeuwde soms terug. Die dacht eigenlijk, denk ik dat we kwaad waren. Ja. En heel harde noise van Tommy. Ja. Ja, er was eigenlijk een heel, zo hoor je wel, het publiek was heel snel weg, die stonden allemaal in de bar. Dus dat was best wel succesvol, dat eerste optreden. Zoals het hoort bij Noise. Oorverdovend stil, nee? Of, stilzwijgend sorry? Hard. Oorverdovend stil of stilzwijgend hard? Ja. Fucking Bars, ja goed, dat was echt een act voor de Planet Art of zo, dat soort. Ja, daar hebben ze heel veel opgetreden. Robodoc was ook zoiets. Ja, en ze zei eigenlijk altijd, ja, blijf bestaan. Mark is er al jaren niet meer bij. Ja. Tommy ook niet. En ik doe heel af en toe, als ze in de buurt zijn, of dan wil ik nog wel eens meedoen. En eigenlijk wordt het momenteel al jaren door Lorna Buckley, kutwijf, gerund. Ja. Ik doe nu ook Gaaf, met een V aan het eind. Met Niels van Leupendrink. Het lijkt wel een soort incest. Ja. En na jaren eigenlijk, of mijn vorige maand of die maand ervoor hadden we ook... Hij was naar Meppel gekomen en hadden we een afspraak en we kennen elkaar al heel lang. Ja. En toen kwamen we er zo op om Gaaf te gaan doen. Ja. Dus ze zijn al via de telefoon hebben we al wat nummertjes gemaakt. Ja. En daar willen we ook wel mee op gaan treden. Ja. Dus, ja. Je hebt ook een boek geschreven. Ja, klopt. Jordi, mijn zoon, de... De imbecil. Jordi, mijn zoon, de imbecil, ja. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat is Jordi is eigenlijk mijn fictieve zoon. Ja. Het is niet zo dat ik hem buiten het schrijven zie en ermee zit te praten. Zo erg is het nog niet. Ja. Maar die heb ik eigenlijk bedacht. Ik woon hier op een plevierplein. Het is een pleintje. En dat is net als mijn opgroeien was in Delfshaven. Nou ja, hier is het nog echt in Nieuw-Leuzen een klein volksbuurtje, zeg maar. Dat is dat plein. Zo zie ik het een beetje. Dus ik voel me er wel thuis. En... mijn buurman die heeft Rolls Art Bar, dat is een privébar, zeg maar, in zijn tuin. En die en daar ga ik natuurlijk regelmatig heen. En toen ze hebben allemaal kinderen en ook meestal, ze zijn ook gemiddeld 20 jaar jonger, geloof ik. Ja, ja. En dat is dan wel weer jammer. Want ik wil vaak de jongste zijn, dus. En dan hadden we het over dat, ze hebben het altijd over de kinderen. En ik haat echt, als ik ergens een hekel heb, is het wel aan kinderen en dieren en alles wat aaibaar is. Dus ik werd een beetje jaloers op een gegeven moment. Dat ga je ook niet laten merken natuurlijk. Ja. Dus toen bedacht ik mijn zoon. En ik zei, ik heb ook een zoon op een gegeven moment. Ja, je wil ook meepraten als ze het niet hebben en al die shit. En toen zeiden ze van, Pieter, hoe heet die dan? Ja, Jordi. Spaanse naam, Catalaans. Ja, woont hij dan in Spanje? Ik zei, nee, hij is er wel. Maar ik zeg zo, ik kan hem, ik heb hem in een kelder zitten. Ja. En toen zei hij, ja, maar dat is ook lullig. Ik zei, ja, maar hij is heel lelijk. Hij heeft een heel groot hoofd. En dat is geen waterhoofd, want daar is hij te groot voor. En hij kan niet lullen. Hij is nu een jaar of 12. Ja. Ja, en daar begon ik iedere keer over te praten. En toen eigenlijk, toen is dat idee ontstaan voor een boek. Ja. Mijn eerste roman. Hou het nog even te goed, want ik koop er binnenkort eentje van je... Ja, je hebt hem al gekocht, maar hij moet nog even... Er was wat misgegaan bij de drukker, de vormgever. Die had een paar hoofdstukken vergeten. En dat is toch altijd wel leuk als die er gewoon in zitten. Okay, nee, ik ben benieuwd in ieder geval. We moeten op een andere keer maar eens een keer een bakje gaan doen of zo. En dan
Verder ja, lijkt me gezellig, Wim. Nu hebben we een beetje met zendtijd te maken, dus ja. Ja, ja. Nee, ja. Ja. Bedankt. Ik hoop dat het een beetje leuk was. Ja, gezellig. Ja, en ja. Oh ja, nog even reclame, Wim. Ja. Als mensen het boek kopen, het kost €25, maar dan eigenlijk koop je niet het boek alleen. Ja. Ik doe er ook een origineel geschilderd kunstwerkje op postkaartformaat bij. Ja, nou ja, uit de kunst. Nee, ik zie je er goed. Ik zie je. Bedankt. En, ja. Sterkte bij. Luister er terug. Of,